Dit is de Weber Spirit E320 Original GBS gasbarbecue. Dit is een complete buitenkeuken van de Weber kwaliteit. Dus echt lekker massief. Hij heeft ook een GBS systeem erin zitten en een zijbrander. De bediening is vrij simpel. We kunnen indrukken, we kunnen hem traploos zelf instellen zoals je zou willen. Hij heeft 3 branders. Hij heeft een elektronische ontsteking en hij heeft een vermogen van 12,9 kW. En de ingestelde temperatuur hoe je aan het barbecuen bent, dat kan je aflezen op de deksel. Hij heeft 2 werkplateaus. Rechts heeft hij er eentje en er zitten ook haakjes om het gereedschap aan op te hangen. En links ook weer een zijplateau met haakjes voor het gereedschap. En een zijbrander van 3,5 kW waar je op kan wokken of groente op kan bereiden. En ook weer een traploze bediening. En om hem aan te doen hebben we ook weer de elektronische ontsteking. Hij heeft een werkplateau van 60 bij 45 centimeter. En hij heeft een warmhoudplateau om bijvoorbeeld je stokbrood op te bereiden of je vlees op warm te houden. Hij beschikt over het GBS-systeem voor de accessoires, maar het mooie bij ons is, daar krijg je namelijk ook een GBS-bakplaat gratis bij. Onder het grillrooster daar zitten de flavorizers. Nou, die zijn bedoeld om het vet, dat valt daarop en dat verbrandt dan, want daaronder zitten namelijk de branders. En zo krijg je vlees wat extra smaak. Nou, je kan ze ook makkelijk schoonmaken. En daaronder zien we ook de RVS-branders zitten. En het mooie van Weber is dat het één mooie bak is, zodat je het makkelijk kan schoonmaken. En daaronder zit weer de vetopvangbak. Ja, daar loopt het doorheen naar het kleine vetopvangbakje. Die je weer helemaal kan schoonmaken. Onder de barbecue zit een mooi deurtje en een ruimte waar je spullen kan neerzetten. Aan de onderkant zien we daar de grote vetopvangbak. Even naar iedere beurt schoonmaken. Daaronder zien we weer het kleine vetopvangbakje met de aluminium opvangbakjes. Natuurlijk bij ons als accessoire te verkrijgen. Dan hoef je hem niet helemaal schoon te maken, maar alleen het bakje weg te gooien. En hier kan je de 5 liter gasfles netjes in kwijt. En zo is alles mooi opgeborgen. Deze barbecue staat op 4 wieltjes waar aan de voorkant ook een rem op zit. Die kun je er makkelijk afhalen. En zo verplaats je deze jongen heel makkelijk naar de garage of de schuur. En als accessoire bij ons verkrijgbaar de afdekhoes. Die manier blijft deze barbecue tenminste 's winters ook netjes. En dan hoef je hem alleen nog maar schoon te maken. Aan de zijkant zit de klittenband zit erop. Zodat die mooi strak eromheen hangt. Even kijken, zo. En zo blijft deze jongen in topconditie. Bij Weber denk je ook echt aan kwaliteit. En dat is ook de reden waarom zij 10 jaar garantie geven op de barbecues, op de deksel en op de ketel. En op de buitenkeukens, zelfs ook op de RVS branders. En nog een mooi voordeel van Weber is dat 5 jaar na je aankoop nog alle onderdelen te verkrijgen zijn. Weber heeft bijna voor iedere barbecue een grillspit, bijvoorbeeld om je kippetje, je rollade of een mooi groot stuk vlees te laten ronddraaien, zodat die mooi gaart en dat gebeurt allemaal mechanisch. Ook zijn bij het spit nog veel meer accessoires verkrijgbaar, zodat je er nog veel meer mee kan doen. Het mooie van een Weber barbecue is dat je direct en indirect kan grillen. Direct grillen is dat je het product boven de hittebron zet, dus boven de briketten of het houtskool. En met indirect grillen maak je eigenlijk van je barbecue een hete luchtoven. En met de briketten of de houtskool door dat helemaal aan de zijkant te zetten en dan met de klep dicht, dat je door de circulatie een constante temperatuur aanhoudt en dat je dus egaal kan grillen. En bij een gasbarbecue verdeel je de hitte door middel van de branders. Het GBS-systeem is verwerkt in het rooster, zodat je gedeelte van het rooster kan weghalen en kan vervangen met wat anders. GBS staat voor Gourmet Barbecue System, maar Jacques, wat kunnen we er eigenlijk allemaal mee? Dat zal ik je laten zien. Wil je even dit rooster verwijderen? Ja. Dan vervangen we die door een van de 8 optionele accessoires. Dit is de Sear Grate. Ja. Perfect voor het grillen van je steaks. Zoals je ziet heb ik de briketten gecentreerd in het midden, de Sear Grate erbovenop. Yep. En die Sear Grate die is van gietijzer. Gietijzer heeft als kwaliteit dat het de warmte super goed vasthoudt. Lekker heet is hij dus. Hij is goed heet. Wat gaat dat nu doen? Ik ga die ribeye ga ik grillen en wat je dan krijgt is de perfecte grillstreep. Kijk, het oog wil dat ook, hè? Niet alleen het oog, ja. Doet ook wat voor de smaak. Wat doet het voor de smaak? Het doet voor de smaak, geeft het de Maillard-reactie. En dat is het karamelliseren van de suikers in je vlees. Op het moment dat je dat proeft, gaat er een signaal naar je hersens wat zegt: hey, dit stuk vlees is zo goed gegrild,
daar wil ik meer van. Hoe doe je dat op een gasbarbecue? Nou, je ziet dat ik hier de kolen gecentreerd heb. Op de gasbarbecue, dan heb je de sear station heb je zitten. Die druk je dan extra aan en dan heb je juist die extra boost in het midden. En als je geen sear station hebt, dan draai je de middelste brander vol open, zodat je daar die extra hit hebt. Nooit trekken aan het vlees. Wachten tot hij uit zichzelf loslaat. Juist. Oh, dat ziet er lekker uit. Moet je eens kijken, wat een killer grill marks. Dus zo'n ding moet je gewoon hebben, want dan ben je tenminste een echte bink bij je vrienden. Dan heb ik hier de plancha. Perfect voor het bakken van een eitje. Maar, wat denk je van delicate stukjes vis, coquilles? Perfect om in te bakken. Iets wat je in olie zou leggen? Iets wat je inderdaad in olie zou leggen of wat heel makkelijk door het rooster heen zou vallen. Een hele mooie gietijzeren wok voor inderdaad voor je paella's, maar ook gewoon om ontzettend goed te kunnen roerbakken. Het is ook een echte zware pan. Het is volledig gietijzer, klopt. Terug een vogeltestomer, perfect voor het bereiden van hele vogels. Kippen, maar, kalkoenen. Is dan de kip, die zet je hierop, maar wat doen we hiermee? Hier doen we drank in. De kip gaat hier bovenop en hier in het rooster, daar gooien we groenten, aardappeltjes. Geweldig, die worden dan gegaard in het vet van die kip. Wat voor voorbeelden zou je hierin gooien? Kunt hier water in doen, ja. Wijn, bier, cola. Zo krijgt het net weer even dat extra smaakje. Juist. En wil je nou geen kip klaarmaken, maar alleen maar groenten, dan kan deze er vanaf. En dan hebben we de groentebasket. Extra toevoeging, het GBS, de pizzasteen. Ontzettend leuk natuurlijk om met je kinderen samen pizza's te maken, zelf beleggen. Dat betekent dat ze hem ook graag willen opeten. Moet ik nog iets speciaals doen met die pizzasteen? Invetten? Nee, hoef je niet in te vetten. Je zou je pizza aan de onderkant een klein beetje kunnen bebloemen, dat die makkelijk van het rooster afgaat, of van de steen natuurlijk afgaat. Verder zorgen dat die goed heet is voordat je je pizza erop legt. En dan hebben we de Korean barbecue. Perfect rooster om dunne lapjes vlees krokant te kunnen grillen. Het vet druipt naar de zijkant. Je kunt hier ook nog wat bijvoorbeeld citroengras inleggen, extra smaak toevoegen. Super apparaat. En de Abel Skiver. Wat? De Abel Skiver, een Scandinavisch product. Je ziet het, er zitten gaatjes in, maar we kunnen de oliebollen inbakken. We kunnen eitjes met spek inbakken, poffertjes kan ook. Aardappelgerechtjes. Leuk om eens variatie toe te passen. En de Dutch Oven. Moet je eens even voelen. Ik hoef niet meer naar de sportschool, man. Dit is echt een massieve pan en dit houdt de warmte zo ontzettend goed vast. Hier kunnen we zulke lekkere gerechten in klaarmaken. Ik ga het gelijk laten zien. Kijk, hier heb ik die Dutch oven staan. Die staat er al een tijdje op. Oh, kijk, dat ziet er lekker uit. Door de nopjes aan de onderkant is de stoom die ontstaat, die druipt via de deksel weer terug de pan in, waardoor je gerecht lekker sappig blijft. Heel slim. En wat heb ik hierin klaargemaakt? Lekkere kip. Goed gekruid. Maar aardappeltjes op een barbecue? Ja, dit is een alleskunde in zo'n barbecue. Ik vind het hartstikke leuk dat we ernaar kunnen kijken. Maar ik wil hem gewoon even proeven. Wat heb je erin gedaan? Dit zijn hele kipstukken. Lekker gekruid. Kriebeltjes. En met cola afgemaakt. Met wat? Met cola. Cola, heel veel zoetstoffen, maar ook heel veel vocht. En dat houdt je gerecht super sappig. Maar het geeft ook extra smaak. Nou, moet je eens kijken hoe gaar die kip geworden is. Blijf nog maar even eten. Kortom, met je Weber GBS systeem maak je van je gasbarbecue en je brikettenbarbecue een echte alleskunner. Heb jij een buitenkeuken gekocht met een GBS systeem, inclusief een bakplaat? Nou, die zou je dan hier erop kunnen zetten. Dan denk je, ik mis een half rondje. Kijk dan even goed in de doos, want er zit een formulier in. Stuur die in naar Weber en dan krijg jij een volledig rooster voor aan de andere helft. Mocht jij wat aan deze video gehad hebben, vergeet dan eventjes niet op het duimpje te klikken. Of dat je hem deelt met je vrienden of op social media. En wil je hem bestellen? Klik dan hier op de bestelbutton. Ja, moet je er wel op klikken, want dan ga je naar de productpagina. Ja, ik denk dat het een heel wijs product is. Ik zeg gewoon erop klikken.